Een hele goede morgen, jongens. Het is maandagochtend. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog vanuit het prachtige. Ik weer me zo even door het raam naar buiten. Makkel. We zijn in Frankrijk. Voor het eerst sinds tijden een week zonder klussen, want we zijn lekker op vakantie. We gaan 10 dagen naar Frankrijk, naar Fréjus. Dat ligt aan de Côte d'Azur. Maar we hebben een kleine tussenstop gehad hier in Mâcon. Het was 7,5 uur rijden. Dat hebben we gisteravond gereden. En vanmorgen werden we wakker. En waren we hier met de hele familie. Maar ik dacht, ik ga je even laten zien hoe leuk dit appartement is. Want het is zo'n schattig plekje. Een foto maken. Wil je even samen een foto maken? Ik kom eraan, schat. Dit is onze kamer. Vet cute. En dan heb je hier de rest van het appartement. En daar sliep de rest. Maar daar lopen allemaal naakte kids. Dus voor de duidelijkheid. We zijn op vakantie met mijn schoonzus en mijn zwager en de 3 kinderen. Dus we hebben een gezelschap ondertussen van 8 met 2 gezinnen. We hebben flink ons best gedaan de laatste jaren. Dat is duidelijk. Nee, nee. Ben ik dat? Mag ik hem eens? Kijk, dit is zo'n kindercameraatje. Maar dit is echt het leukste cadeau voor kindjes vanaf 2, 3 jaar. Zo leuk! Je maakt altijd mooie foto's ermee. Ja. Maar dat, maak je nog een foto van mij? Ik kan. Je hebt nog allemaal tandpasta op je mond. Je moet even zo met water doen. Ja. Ga je een foto maken van mij of niet? Nee. Wij gaan even ontbijten en dan gaan we zo doorrijden. We moeten nog 4,5 uur volgens mij. Dus dat is echt een mini stukje. We hebben de hele dag om daarover te doen. Dus dat zal goed komen. Jongens, nog 3 kwartier en dan zijn we er. Einde is in zicht. Almost there. De temperatuur hier, 36 graden. Lekker. Helemaal perfect. Zin in. Heerlijk. Ik lijk wel echt die, dat heb ik volgens mij vaker gezegd, die gozer bij Idols, die adlibs. Ja. Die op de achtergrond. Oké, dit, wat zegt hij weer? Come on. Come on. We zijn er, jongens, in het fantastische Fréjus. Oh, helemaal vakantievibes hier. Ik zie daar al camping en daar al heel mooi uitzicht. En nu eerst even naar de receptie met de paspoorten. We volgen deze meneer. Dit is hem. Is dit ons huisje? Blijkbaar. Wat een leuke plekje. Plekje inderdaad. Er staat wel een auto bij. Waar moeten we dan de auto neerzetten? Ik heb een meisje op school. Het is wel heel gezellig. Oh, meisje mee. Dat is AA. Dat is niet voor jou. Jongens, welkom in ons verblijf van de komende 10 dagen. We hebben echt een super schattige staakcaravan. Tussen de bomen. Daar helemaal natuur. Echt heerlijk. We hebben net al het zwembadje opgezet, want het was het zo warm. Dus ik kon ze meteen even lekker afkoelen. Die wordt nu even aangekleed. We hebben een 6-persoons ding. Dus El heeft een eigen kamer. We hebben zelfs een kamer voor spullen en kleren. En aan de andere kant hebben we onze slaapkamer. Lars heeft daar een lijpe hek gedaan. Die heeft een extra bed bijgezet. Want de bedjes in Frankrijk vannacht ook, die zijn vrij klein. En Lars is vrij lang. Dus nu kunnen we gewoon zo op. Goed gedaan, schat. Hier nog een badkamertje. Aan de overkant toilet. En een hele belangrijke met deze temperatuur. Want het is 37 graden. Le echt cool. Fantastisch. We gaan nu eventjes naar de supermarkt. Even boodschappen doen, want we hebben niks. En we hebben honger en dorst. En we moeten even inslaan. We zijn onderweg naar de Lidl. En ik weet niet wat het is, maar boodschappen doen in het buitenland. Ik vind het zo fantastisch. Ik ga er zo goed op. Gewoon lekkere dingen kopen. Het is helemaal, het is mijn hobby. Vakantieboodschappen. Zoveel spullen. Allemaal lekkere dingen. Dat is niet van ons hoor. Daar hebben wij er niet bij gedaan. Wij zijn even lekker met de kleintjes wandelen. Ben je al klaar voor de tweede, schat? Nou, weet ik niet. Het is wel heel gezellig zo, hè? Het is zo'n vrolijk mannetje, Raf. Raf is nu... welke datum is het? Maart, april, mei, juni, juli, augustus. Bijna 5 maanden. En het wordt nu echt een kindje. En hij scheelt ook bijna qua lengte niks meer met Elin. Het is zo leuk om te zien. Ze zijn echt gek op elkaar.
Als deze bus wegrijdt, zeg maar in dat straatje, aan het einde van dat straatje zitten wij. Wat gunstig, goede plek. Ja, echt een goede plek. En dan heb je hier echt het, ja, wat is het? Het hoofdgebouw, zeg maar. Hier was de receptie. Ja, je kan ook echt tot 8 uur zwemmen, is vet laat. Ja. Maar kijk even dit uitzicht. Oeh. Lekker hoor. Hier is dus het grote zwembad. Daar heb je een grote speeltuin. Spannend hè? Valt het mee? En daar heb je nog een waterpark. Dus echt fantastisch. En ik denk dat hier iets van entertainment is. Gezien. Oh, er is vrouwenvoetbal op televisie. 2K. Maar leuk hè? Ik vind het helemaal enig. Helemaal perfect. Oh, en daar is yoga. Ja, het leuke volgens mij aan dit resort is dat het echt een... Of deze camping... Is dat gewoon een goede match tussen dingen voor kinderen, maar ook dingen voor volwassenen? Oh ja, we gaan wel. Ja, dat denk ik ook. En wat ik volgens mij, wat jij nu goed zegt ook, dat het een beetje tussen een resort en een camping in zit. Ja, want jij hebt wel het resort gevoel. Ja. Ja, zeker. Maar het is dus eigenlijk een camping. En je kan midget golven, daar zie ik. Ik kwam er net ook achter dat dit de eerste camping is waar ze nog nooit, of waar ze is geweest, waar ze geen caravan heeft gezien. Geen caravan? Ja. Al zijn het alleen maar huisjes. Ja, dat lijkt rillig, maar niet zo. Sure. Nou, wij gingen in ieder geval even een rondje wandelen met kleintjes, dus dat gaan we doen. Jullie horen het van ons. Daar gaan we weer. Een hele goede morgen, jongens. Het is woensdagochtend. We hebben even een dagje overgeslagen. Het was gisteren even acclimatiseren. De kindjes moesten allemaal even wennen, natuurlijk. Even hun weg vinden hier. Hier. En super verdrietig. Maar Raf die is gewoon hartstikke ziek. Die heeft onwijs keelpijn. En gisteren dronk die nog. Dus ja, hoopte eigenlijk dat het gewoon vanzelf over zou gaan. Maar die tijd is voorbij. Want hij drinkt dus ook niet meer. Dus Robin en Rens zijn nu met Raf naar naar het ziekenhuis. Naar de eerste hulp of zo. Dus daar waren we ook een beetje druk mee. Ik hoop echt dat dat... vrij snel opgelost is. Laat er zo'n last. Want het is zo zielig. Mantje is natuurlijk bijna 5 maanden. Het is echt nog een mini. Super sneu. Ik moet even afwachten wat dat doet. Alle kindjes slapen uit. Volgens mij. Lars die is namelijk nu bij de kinderen. Zodat Rob en de Rens samen weg konden. Dus die zit even bij hun in huis. En Elin krapt op de achterhoofd. Maar slaapt ook nog. En het is 8:30. Dus ze zijn wel in de vakantiemodus gekomen. Maar goed, we gaan wel even kijken wat deze dag ons brengt. Ik hoorde. Moet je nog even wakker worden? Zullen we even buiten wat drinken? Ja. We liggen hier heerlijk aan het kinderzwembad. Zoals je weet probeer ik altijd zo min mogelijk kindjes erop te krijgen. Dus ik hoop dat het toch een beetje een idee geeft wat de sfeer is. Ons eigen kindje ligt daar lekker om het afdakje te slapen. Zo fijn dat zij nog zo goed slaapt in de wagen. Even een update vanuit Kamp Raf. Hij heeft... Oké, sorry. Voordat we serieus naar het serieuze overgaan. Even het iets minder serieuze. Je mag hier in het zwembad geen losse zwembroek aan. Je mag alleen strakke zwembroek aan. En ik had voor Lars een strakke zwembroek gekocht. Maar hij heeft ook geen andere meegenomen. Dus dit is hoe Lars er de hele vakantie bij loopt. Ja, je kan hem goed hebben. Je went er echt snel aan. Je went er als man. Nee, niet wat ik dacht, ik doe hem zo meteen. Want ik heb hem gisteren ook aan gehad. Ik denk wel, ik doe hem wel eraan. Maar het blijft wel gek even. Ja. Vinden jullie Lars' zwembroek mooi? Nou, hoe vind je mijn zwembroek? Goed. Goed hè? Oké, we kregen net een appje van Robin en Rens. Ze waren naar de dokter geweest. En die kon niet echt iets voor ze betekenen. Dus ze gaan nu door naar het ziekenhuis om te kijken wat ze daar voor op kunnen doen. En het is natuurlijk, het is 35 graden hier. Hij moet gewoon genoeg vocht binnenkrijgen. Dus ik hoop dat ze in het ziekenhuis iets voor hem kunnen betekenen. Robin en Rens zijn terug. Raf heeft spruw in plaats van herpes. Ergens is dat heel fijn, want daar hebben ze wel iets voor. Herpes is een virus en dat moet gewoon uitwerken. Spruw is een infectie? Ik weet het niet. Maar in ieder geval iets waar je iets voor kan krijgen. Dus
hopelijk gaat het heel snel beter met hem. Wij gaan nu eventjes lunchen, althans. Ik ben de lunch aan het voorbereiden, maar die stopt niemand. En ik zat even te genieten van hoe mijn dochter met mijn oude speelgoed speelt. Je ziet echt dat ze rolpatronen begint te begrijpen. Want ze doet echt dingen na, zeg maar. Dus je merkt gewoon als jij... Als mijn slippers bijvoorbeeld bij haar liggen, dan trekt ze mijn slippers aan. Dat soort dingen. Zo leuk om te zien. Het wordt echt een kindje. Zeker met die oortanden. Ze heeft dus nu echt 4 tanden voor. Zo'n grote meid al. Ongekend. Zo. We hebben zo'n lekkere keuken hier. Dat we gewoon heerlijk kunnen koken. Zeker met kindjes is dat natuurlijk wel chill. Dus we eten vanavond Mexicaans. Althans wraps. Een soort van Mexicaans. Met hele lekkere kip van Rens. Met Doritos gemaakt. Helemaal heerlijk. Waar zijn de kinderen, jongens? Die komen eraan, denk ik. Ah, oké. Okay. Hey, dus. Vaak zie je van het liggen. Die gaan zo houden. Daar zit Ries met een vlieg. En we hebben dus ook een vaatwasser. Dus dat maakt het koken helemaal makkelijk. Kunnen we er gewoon een zooi van maken zonder dat we wakker liggen. Eet smakelijk. Mocht je ooit in het buitenland zijn en geen goede kipkruiden kunnen vinden. Eigenlijk heb ik alleen ei gedaan en Dorito, toch? Ei, Dorito en bakken in heel veel olijfolie. Het is zo heerlijk dat onze huisjes tegenover elkaar zitten. Ja, lekker. Babyfoon mee. Nog even daar op het terras een drankje gedaan. En nu gaan we naar bed. Ik besefte me wel dat we echt een kapot slechte zomer in Nederland hebben gehad. Aangezien we gewoon niet buiten hebben gezeten deze zomer. We hebben alleen maar binnen gezeten. En hier kan je nu gewoon nog heerlijk buiten zitten. Zo lekker. Maar goed, wij gaan lekker naar bedje toe. Papabam. We zijn net even bezig wandelen over de camping. En ze hebben... disco zwemmen vanavond. Het zag er zo leuk uit. Jammer dat alle kindjes al op bed lagen. Dus hopelijk kunnen we dat deze week nog een keer doen. We zijn hier in principe over een week ook nog. Oh, mijn kussen ben ik vergeten. Wil jij die even halen? Dank je. Ja, ik wil echt net mijn schoenen. Ah, je bent echt een lul. Nee, ja, ik deed het. Nee. Nee. Mijn man is echt onaardig. Dus ik trust hem. Nee, jongen. Ik had het al gezien, help me nog uit. Stop, mens! En een hele goede morgen, jongens. Het is. Zullen mama erbij moeten? Verrassingsdag! Donderdag! Ja! En kijk eens wie er zijn! We zijn er! Wat een verrassing! Hey! Nou. Het kon natuurlijk niet een week uit de weekvlog zijn, dus we moesten even langskomen. Onderwerp van de week. Ja, jullie kunnen gewoon niet zonder ons. Nee, dat is duidelijk. Ik moet wel zeggen, het valt wel op dat dit alleen pas gebeurt sinds wij een kind hebben. Daarvoor gebeurde dit soort dingen. Dus maar anders was het niet waard. Ik kende jou nog niet voordat je een kind had. Dus mij kan je niet blamen. Oh ja. Maar we zitten ineens met 9 man aan tafel. En eentje daarnaast. We zijn er met z'n tienen. Ja, wat een gezelschap. Hoe lang blijven jullie? We gaan maandag willen we ergens weggaan. Maar we kunnen ook dinsdag aankomen, maar we verwachten maandag. Maar je moet naar Zeeland. Ja, de moeder van Isa is daar, dus daar willen we ook nog even langs. En die is volgend met vrijdag, dus anders kunnen we een beetje niet meer gaan. Ik snap het. Nou, je hebt wel nog een extra weekje vakantie dit jaar. Ja, lekker. Hebben we goed geregeld. Ja. Even gereden, maar dan ben je er ook wel weer. Ja, je hebt een hele nacht gereden. Als je, dan, je moet gewoon even je hart maken, dan ben je er. Nou, het is echt zo, hup, die mensen. Ja. Het op een gegeven moment ging heel slow. Met het eerste uur dacht ik, nee, dit is heel lang. Ja, maar dan ben je ook nog in Nederland. Toen daarna, dat was echt voorbij gevlogen. Lars die reed bij ons de eerste 3 uur. Dat ging ook super traag. En toen ging ik rijden. En toen ineens was het 1 uur. Ik zat er zo lekker in. Ja, komt chill is dat, hè? Ja. Nou, dus we gaan er lekker iets leuks van maken. Hoppa. Let's go! Quint twijfelde oprecht dat hij wel moest komen. Omdat hij niet zo'n zwembroek aan wil. Zwembroek. Maar je hoeft ook niet per se in dit, hè? Je mag ook gewoon met pijpjes. Je hebt ook wel gelijnen van die andere zwembroek. Je wordt wel mooi bruin, hoor. Ja, maar het is even heel even vervelend in het begin. Dat ga ik gewoon niet doen. Nee, maar je kan toch niet zwemmen? Nee, maar zo ga ik echt gewoon niet lopen. Echt niet. Dat ga ik gewoon echt maar je niet. Kan toch ik heb met heel weinig dingen, pijpjes. Ik vind echt niks erg, maar dit vind ik echt erg. Ik zeg net, het is wel echt typisch. Quinn en Isti komen aan. En binnen 3 minuten is het ook gewoon alsof het niet anders is geweest. Is het gewoon... Ja, ik weet niet. Voelt het gewoon helemaal vertrouwd of zo. Het is voor het eerst wel bewolkt. Ze hebben de wolken meegenomen. Dat is een beetje jammer. Maar we zijn lekker aan het trommelen. En we gaan vanavond op het strand eten. En ik ben nu de mama aan het zoeken. Want die gingen zo de boelen. Ik wou even gaan kijken. Maar ik ben ze kwijt. En het is zo'n mega camping. Dus ik weet ook niet zo goed waar ik moet zoeken. Ik ben helemaal fris en fruitig. Lekker met het warme weer.
Het is altijd zo naar als je op vakantie doucht en je onder de douche uitkomt en je gewoon alweer zweet. Omdat het zo warm is. Echt, oh. Ik heb ook gewoon in deze douche dat ik het liefst zo min mogelijk tijd doorbreng. Omdat koud douchen vind ik echt verschrikkelijk. Maar ja, zo'n klein, relatief klein hokje natuurlijk. Je zit in een staakcaravan. Het is zo snel warm daar binnen. Het is niet normaal. Maar goed, goed haakje naar het volgende. Uiteraard heb ik scheermesjes van Astrid mee. En ik krijg heel vaak DM's van jullie of ik nog goede kortingscode heb. En ik heb weer een goede voor je. Dus let even goed op. Het is soms namelijk gewoon lekker als je dingen dubbel hebt. En dat klinkt heel verwend. Maar in sommige gevallen maakt dat het gewoon net iets makkelijker. Zo heb ik één scheermesje in de douche liggen. En één scheermesje op de kamer waar ik mijn kleding heb liggen. Omdat het gewoon te vaak voorkomt dat ik me vergeet te scheren in die kleine douchecabine. En het dan heel lekker is als ik vooral mijn oksels, want mijn beenhaar zie je niet heel erg, maar mijn okselhaar wel. Als ik die nog eventjes zo snel kan bijwerken. Wat ik zeg, dat klinkt als een hele overbodige luxe. En ik kan me voorstellen dat je het zonde vindt om twee scheermesjes te kopen. En exact daarom heb ik die leuke kortingscode voor je. Als je namelijk nu een scheermesje bestelt bij Astrid, je bestelt de starterskit, dan krijg je dit scheermesje, de paarse, gratis bij je bestelling als je deze space gebruikt. Dus als je de kortingscode invoert bij de checkout, dan krijg je deze gratis erbij. Ik moet er even bij zeggen, want ik krijg vaak berichten dat de kortingscode niet werkt bij jullie. Maar dat komt omdat je ook een abonnement afsluit bij Astrid. En die kan je helemaal naar je eigen wens invullen. Dus als je je niet heel vaak scheert, dan zet je die gewoon op lekker weinig scheermesjes. Maar als je gewoon heel vaak scheert, dan is het ideaal dat je iedere keer weer verse mesjes hebt. Want ja, laten we heel eerlijk wezen, je wil uiteraard zo min mogelijk scheerirritatie. En dat is gewoon een stuk makkelijker met verse mesjes. Dus je kan het helemaal aanpassen. Maar je kan ook, als je klaar bent met het abonnement, kan je hem gewoon meteen, als je dat wil, stopzetten. Dus ook als je het gewoon een keer wil proberen, kan je dat abonnement meteen stopzetten daarna. Het is goed om te weten, want dus alleen dan werkt de kortingscode en dan krijg je dus dit paarse scheermesje cadeau bij je bestelling. Dus ik zet het linkje voor je in de beschrijving. Dan ga ik me nu eventjes klaarmaken en dan gaan we zo lekker eten. Pizza. Wat heb jij voor elkaar gekregen? Huh? Kijk, ik heb 7 pizza's. Lekker. We hebben vandaag uren gelopen. Maar... Hou eens op, joh. We hebben vandaag pizza picknick op het strand. Oh. Zo lekker, echt. Oh, heerlijk. We zijn pas om 5 uur naar het strand gegaan. Het zonnetje kwam weer door, dus kindjes zijn daar. We gaan heerlijk pizza eten. Lekker eten. Zin in! Je zweet helemaal. Ja. Was zo warm. Nee, die pizza's zijn heel heet. Oh, die en heb je helemaal op jou gekregen. Ach, was zielig. Lekker plekje zo, hè? Zijn jullie blij dat jullie er zijn, als je dit zo ziet? Ja, heel blij. Nee, echt had je niet willen missen, hè? Fijne plek ook. Dus, ja, ik vind het ook heel leuk dat jullie er zijn. Goed zo. Nou. Ik heb ook een, ik heb ook een leuk spel verzonnen. Je moet... Zo, heerlijk genoten. Zo'n aanrader. Iedere vakantie moet je een keer picknicken op het strand. Dat is echt heerlijk. Gewoon pas om 5 uur naar het strand. Pizzaatje halen. Niet te moeilijk. Lekker spelletje spelen. Zo heerlijk. Een hele goede morgen. Lekker naar de... Decathlon. Het is vrijdag. Ik loop midden op de weg, sorry. Het is vrijdagochtend. En we beginnen deze dag met een bezoekje aan de Decathlon. Want Quinn... vertikt het om in zo'n gênante zwembroeken over straat te gaan. Waarschijnlijk wordt het hier niet heel veel bij. Nee, het moet een strakke zwembroek zijn. Maar ik zei wel, je kan wel voor een iets langer model kiezen dan Lars en Rens hebben. En Lars wil denk ik toch ook maar een andere zwembroek, hè schat? Ja. De lol is er vanaf. En ja, het waren gewoon super goedkope zwembroeken. Ze hangen een beetje open. Niet helemaal appropriate in een kinderzwembad. Dus we gaan even de Decathlon in. En dit is echt zo'n lijpe vakantie sentiment. Ja. Maar echt ook dat we dat allemaal... We hebben alle vier... Nou oké, 3 verschillende opvoedingen gehad. En alle 3, zeg maar, kwam de Decathlon daar op vakantie in voor. Ja, hoe kan dat dan? Leuk, hè? Dus, let's go shopping. Dit is jouw ontgroening, vakantie Decathlon. Dat is leuk. Je mag niet meer fietsen volgens mij, hè? Nee, dat is dat jammer. Was ons ding, hè? Ja, fietsen door de Decathlon. Nee, kijk, we staan vast. Ah. Dat is nou jammer. Maar je had wel altijd ook ballen en zo, dat je met zo'n bal kon gooien. Kijk, dit is waarom de Decathlon leuk is. Dit is trouwens geen spon voor de Decathlon. Je kan ook voor zo'n heel spannend kleurtje gaan met allemaal rood en zo. Ik ga wel even passen. Is dat goed? Ja. Dat schijnt wel in de verte een beetje door. Zou het net matig zijn. Als dat net niks is. Nou, ga jij maar passen.
44, ja goed zo. Past er de boel erin? Ja, je moet 42 gaan. Dit is 11. Broeder, 42. Je zei 11 net. Ik zei 42 gaan. Nee. Schiet op, 42. Geef die dan mee. Doe deze ook maar. Kom je er niet uit, Q? Vind je alles lelijk, jongen? Nee, ik vind alles wel lelijk. Ga gewoon even passen. Dit is een SM. Lars is ook aan het passen. Hier, kan je deze meteen aan hem geven? Stuur maar een foto als jullie klaar zijn. Jij vindt dit zo matig. Ja, ik vind dit echt heel matig. Ja, ik wist niet dat hij zo was. Hij is echt ingewikkeld. Want hij vindt het ingewikkeld. Oh, El, eet even jouw bikini op. Een beetje onzeker van, ja, volgens mij. Ja, het ziet er hartstikke goed uit. Als je nou minder comfortabel bent in je lijf, kan ik me voorstellen dat het... Maar dat is helemaal niet. Hij moet niet zo zeiken. Laat even zien. Ja, maar ik heb nu nog niks aan. Laat dan maar niet zien. Het kan niet in de vlog. Doe nou even. Ja, maar ik had hem eerst aan zwemmen onder de gaten. Nee, tuurlijk niet. Ja, bedankt. Hij is zwemmen op zwemmen, mocht ook niet. Wat bedoel je? In je onderbroek. Dat niet, staat er ook op. In je onderbroek zwemmen, ja. Nou, als je in je onderbroek wil, kan zwemmen, dan kan je toch ook gewoon hier in zwemmen? Ja, dat verschil snap ik ook niet helemaal. Zeg maar. Nee, dat is echt anders. Je voelt de naden inderdaad. Dat zijn we niet gewend. Kijk ik u. Doe eens omhoog je broek. Je shirt. Dit is gewoon leuk hoor. Nee. Pas. Dat doet pijn hier helemaal. Hier. Laat het zien. Lars zegt terecht, niet vergeten te vloggen. Ons decathlon bezoek was geslaagd. De mannen hebben allemaal zwembroek, die volgt nog. Elin heeft een zwemshirt. Daar zijn we ook heel blij mee, was goed. Ja, was leuk ook. En nu heeft Rens heerlijk voor ons gekookt. Het eerste gerecht was al fantastisch, zoals entrecote. En nu hebben we watermeloen met feta. Nou, mij krijg je niet gelukkiger. We zitten helemaal uitgebreid te dineren. De kindjes die doen een soort van mee, een soort van niet. We zijn nu lekker aan een ijsje. Met zo lekker aan de camping dat je gewoon op je eigen terrasje hier zo in het zonnetje of die net onder is zit te eten. Zo lekker! Makkelijk jongen. En dan hebben we ook nog een privé chef. Dat maakt het wel een stuk leuker, hè? Heerlijk. Eet smakelijk jongens. Oh, de volgende ronde. Oh, risotto. Het ziet er heel goed uit. Met. Nou, risotto met mijn gezicht. Ja, heb je zitten poepen? Sorry. Hij moet zo naar bed. Ellie moet zeker naar bed. Was het een scheetje? Oké. Okay. Oh, ja, dit is wel echt top, hè? Het ziet er heel goed Kijk, uit. Hij kon het ook helemaal zo brengen als een echte professional. Moet je eigenlijk... Je moet eigenlijk eerst de vrouwen doen, hè? Je hebt eigenlijk nu al punten aftrek. Laat maar. Er wordt geen fooi, Rens. Sommigen zijn iets meer dan anderen. Dat is altijd goed. Hallo jongens, het is zaterdag. Oh, ik ben helemaal de dagen kwijt. Wat echt een goed teken van vakantie. We leven hier van zwembad. Nee, van ontbijt naar zwembad, naar lunch, naar avondeten. Het is echt. Overleven. Ja, zo zwaar. Maar we hebben wel iedere keer. Na het avondeten van gisteravond, die hebben het gezien. Het was erg lekker. Papa had zo lekker gekookt voor ons. Poh. Papa zegt tegen Noah, hoor, niet. Het ging over Red. Wordt een raar verhaal. Ja, wordt een raar verhaal. En we hebben nu weer lunch. Wat is er, Raffi? Ja, goed zo, kerel. Lars heeft deze burrata-salade gemaakt. Die ga je leert snel halen. Lekker eten. Heerlijk. Fantastisch. Jongens, hou op. We gaan... Dit is pas heel vaak. We gaan vanmiddag naar Nice. Leuk! Als de hitte voorbij is... Het is very heet nog. Het is nu very heet. Ik krijg ook een hittegolf dit weekend. Het wordt 40 graden of zo. Kom ik nou haar in de stoel? Dat voel je ook wel. Dus we gaan eerst nog even zwemmen zo meteen. En dan als de zon een klein beetje verdwenen is, gaan we naar Nice. Wat een joekel. Hé, we gaan vanavond naar Nice. Ja. En jij stuurt me net een linkje van iets waar je... Ja, ik heb dat dus even zelf geprobeerd. Iets AI. Ja. Holy Lars, koud. Oh. Heel leuk. €8 in de zin. Helemaal goed. Met je tasje erbij. €10. Heel leuk. De vlog, we gingen even van 6 dingen tegelijk. Dus we gingen met dit, met water en dit. Ja, maar dit is ook leuk. Dit vinden wij leuk. Ik heb een jurk van Ys die ik zo even ga passen. Als we dan toch bezig zijn. En hij is zo mooi, maar ik ben bang dat ik hem niet pas. Laat even zien. Ja, lekker. Kijk nou. Oh.
Ja, fantastisch. Ik hoop echt dat ik hem pas, maar ik betwijfel het. We gaan het zien. Het is allemaal van H&M. Allemaal van H&M, oké. Niet te ingewikkeld. Oké, nou, anyhow. Finn heeft dus een AI-tool. Ik weet nog niet of het goed werkt, maar we gaan het ziet er veelbelovend uit. We kunnen aan die AI-tool vragen. Je kan in eerste instantie zeggen, ik ben op deze locatie. Ja. Dus ik heb nu Nice gedaan, omdat daar gaan we vanavond naartoe. Mm-hmm. En toen heb ik gevraagd, omdat Rens die had heel erg zin in Entrecote. Ja. Dus toen had ik gevraagd, top 5 meat restaurants. Oké, maar kan je ook aangeven dat je in een gezellig straatje op een terras buiten wil eten bijvoorbeeld? Ja, misschien dus wel. Maar nou, in ieder geval, ik kreeg nu 5 plekken. Ja. Maar we gaan even terug. Het heet tripnotes.ai. Kijk, het ziet er zo uit. Dus nu heeft hij ook hier, ja, je snapt het. Je krijgt helemaal informatie. Oké, maar kan je iets zeggen met terras of zo? Ik ga even kijken. Oké. Wat heb je gevonden? Ik heb nu dus weer Nice ingevuld en nu heb ik Nice Restaurants with Cozy Terrace, heb ik gedaan. Nou, nu hebben we weer 5 opties. Dus we kunnen dat even gaan opzoeken. En dan kijken of het wat is. Toch? Wat doe je dat op AI? Ja, een of andere AI. Oh, kijk, en als ik er nu op klik. Ja, het internet doet het even niet. Nou, hier, kijk, krijg je gelijk een plaatje. Oh, leuk. Hier zit je bij het water, hier heb je ook iets. Hotelbar, nou, dat ziet er wel iets minder leuk uit. Het bestaat wel echt. Het is niet dat hij dit nu maakt. Nee, nee, dit bestaat echt. Ja, dus... Nou, het ziet er maar ik weet nou niet... Hij geeft oh, wel echt deze een... ziet er leuk uit. Ja, Fine Guelele. is een restaurant met een loft feel. Exposed stonework en salmon tas. Jongens, ik stop ermee. Engels is niet mijn grootste vak. Het is leuk. Wat was de website ook alweer? Trip... Oh, ben ik er even... Je hebt naar mij geappt. Het is tripnotes.ai. Dus trip en dan notes en dan .ai. Oké, okay. Nou, mocht je het willen testen... Misschien werkt het, misschien niet, maar ik dacht het is wel leuk om te proberen, omdat iedereen houdt wel van, zeg maar... Ja, en ik vind, ik kom echt nooit door TripAdvisor heen, er staat zoveel op. Nee, en dat stond... Iedereen loopt te betalen om dan hoog te komen staan, denk ik, ja. En dan kom je ergens en dan is dat nog niet leuk. Nee. Nee, dat was precies wat ik dus... Ik zag een video van dit. Ja. Daar stond precies, zeg maar, dit bij, dat TripAdvisor niet helemaal is, zeg maar. Nee. We gaan het zien, jongens. We kunnen in ieder geval niet meer met TripAdvisor samenwerken, dat is duidelijk. Nee, die willen ons nu niet meer. Oké, dames en heren. De jurk van Isa. Very pretty. Ik had getwijfeld of ik hem aan wou. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik hem aan heb. Ja? En Lars vindt mij heel mooi, dus ik kom helemaal begeerd. Ik vind hem mooi. Oh ja, een leuke oorbellen. Misschien heb ik die ook nog voor erbij. Ik heb niks aan mijn haar gedaan, want och, het is zo klam en nat. En... Nee, het schiet gewoon niet op. Je kan er wel iets aan doen, maar ja, ben je over 3 minuten ben je helemaal bezweet en alsnog helemaal in de krul. En Elle is ook zo schattig. Even de outfit. Jurk van Donsje. Tasje van de Zeeman. Ja, heel mooi. En nou even je ketting laten zien. Want die had ze gekregen van mama toen ze prikjes had. Niet aantrekken. We moeten de zeep goed in de gaten houden. Dit goed gaat. Maar ik zag laatst een kindje van haar leeftijd met zo'n ketting om. En toen was ik zo verliefd. Dus ik hoop dat het goed gaat. Echt een mooie We gaan baby. Snel de airco in, want je hebt het heet. Mocht je parkeren in Nice, parkeer dan bij de haven, want dan is het meteen prachtig. Kijk even, jongens. Zo mooi. Jongens, ik ben helemaal impressed. Wat een leuke stad. We lopen hier door een immens park. Daar waren allemaal speeltoestellen. Hier heb je een hele een soort fonteinachtig iets waar alle kindjes spelen. Daar heb je weer een heel plein waarvan alles gebeurt. En dan heb je ook nog winkels. En nou, ik ben helemaal verliefd. Hier gaan we zeker nog een keer terug. En de architectuur is gewoon super mooi. En we hadden net een happy hour van 5 tot 8. Nou, je kan mij niet blij maken hoor. Het is ondertussen 10:55. En we hebben net heerlijk gegeten. De kindjes hebben het fantastisch gedaan. We lopen nu nog even terug naar de auto. Maar wat een fantastische stad. Ik ben helemaal impressed gewoon. Het is zo leuk. Echt wauw. Nou, nu snel naar de auto. Kindjes naar bed. Morgen weer een nieuwe dag. Hallo jongens. De hittegolf is toegeslagen hier in Frankrijk. En er is één minpuntje aan deze camping, of een minpuntje, iets geks. Wat ook wel weer fijn is voor de kinderen, maar het zwembad gaat hier tussen 1 en 2 dicht. Dan gaan ze alles schoonmaken.
Dat vinden we af en toe heel irritant, maar het is ook wel lekker, want nu moeten we dus terug naar de staakcaravan. En de kinderen zijn hartstikke moe, dus die worden dan ook wel verplicht om even rustig aan te doen en even te chillen. Dus ja, de ene keer komt het beter uit dan de andere keer. Gisteren stond Robin hier om 1 uur, wij waren al aan het zwemmen. Stond hier om 1 uur, helemaal in vol ornaat om op te komen. En toen was het, oh, hij gaat nu dicht. Nou ja, dat. Dus even wennen. Maar goed, heerlijk zwembad. Ik dacht, kan het je nu wel even laten zien, want het zijn nu niet allemaal kindjes in het zwembad. Het is echt het mega zwembad. En dan daarboven het kinderbad. En eigenlijk zitten we daar de hele tijd. Dat is ons plekje, omdat het daar met de kindjes gewoon het makkelijkste is. Die kunnen daar lekker hun eigen ding doen. En dan heb je dus ook nog het waterpark. En die zie je daar. Dan kan je dus via hier binnen kan je daar naartoe. Ook superleuk. Zelfs Elin is van de week mee geweest vanaf. Dus helemaal top. En ze zijn erg op de hygiëne. Je mag dus geen lange zwembroek aan, maar je moet ook overal door waterplasjes heen. Dus ja, af en toe een beetje wennen, maar wel ook erg goed. Ik doe helemaal mijn best om even gezellig plankje te maken. Wat moet mijn man er weer naast zetten? Dat hoort niet bij een borrelplank, Lars. Maar jij vindt alles wat hier ligt niet lekker, behalve ja, helemaal. Ik vind alles lekker. Maar ik vind ook... Ik heb ook een mozzarella pan. Wat ik ook gewoon erg lekker vind is... Ik heb tomaat voor je gekocht. Kijk, Nutella. Met komkommer. En een lelletje worst er bovenop. En om al het geheel af te toppen, dan doen we er gewoon nog een lelletje. Hup. Je bent zo goor. Kut. Ja. Goor. Lars, echt goor. Goor. Geef mij... Overigens wel een goed idee. Quinn, ik heb een goed idee voor de comment van de week. Ik weet trouwens nog een goeie hiervan. Voor de comment van de week? Dat als wij ergens gezellig zitten te dineren... Dat mijn cola altijd op tafel staat. Juist. Ja, maar dan moet je een glas voor me pakken. Quinn, de comment van de week, kom. Comment van de week. Wat is de meest rare combinatie die je lekker vindt? Leuke. Waarvan iedereen denkt, en dat jij denkt, ik weet al meteen welke mijn is. Deze doen we ook nog even met Robby zo. Ja, heeft iemand er van ons heen? Dat is dan de vraag. Ja, ik wel. Boerenkool met slaasaus. Maar die vind ik dus niet raar. Maar wat, omdat wij zo zijn dat kennen. Ja. Jij bent altijd goed in rare combinaties met eten. We doen iedere week, moeten mensen dingen reageren in de comments onder mijn vlog. Een onderwerp. Dus het kan van alles zijn. Deze week hebben ze net bedacht. Omdat ik een broodje met Nutella, komkommer, worst en die heb gegeten. Rare eetcombinaties. We gaan het erom welke rare eetcombinaties mensen maken. En jij bent de koningin van de rare eetcombinaties. Wat is jouw raarste? Veel. Waarom ik al niet een broodje kipfilet eten? Er moet kipfilet met boursin en een beetje avocado bovenop. Maar wat is jouw raarste waarvan mensen echt denken... Nee, maar dat je zelf ook dan eet. To be continued. Oké, Robin heeft hem. Zeg maar, Rob. Kwark met sambal. Maar wel die goedkope sambal. Huh? Nee, dat maakt het heel veel beter. Heel goor. Ik heb vorige week besloten dat we die bank niet zouden wassen. Want dan zou die gaan schimmelen. Wat doet mijn dochter? De bank moest ook even zwemmen. Nou, super. De bank is het ook warm.